Goedenavond. Hoi. Heb je een rijbewijs bij je? Ja hoor. Kijk eens. Ja toch? Alsjeblieft. Dank je wel. Hè. Dank voor de medewerking. Geen probleem. Rij voorzichtig hè? Ja, dat zal ik zeker doen. Yes. Fijne avond. Hey, ook, hoi. Ja, meegehoord hoor. We gaan hem wel gewoon controleren en nemen het scootertje even mee. Het slot is uitgeboord. Laat ze nog maar even posten. Je hebt kenteken? Ja. Je zult het kenteken doorgeven en vraag of die collega zich te behouden. Ik heb aanvraag gedaan. Collega die had post is er op 2410. Ziet hij die jongen met die capuchon überhaupt nog of niet? Ik denk wel even van als je die shopping gaat, waar is die nu dan? Hier links binnen. Hey man, ik krijg een melding over jou. Nee? Ja, dat je overlast veroorzaakt. Mensen aanspreken hier op de keer op de. Thanks, John. Heb je niet dekant bij, of niet? Oké. Mocht je even zien? Nou, dat zeg ik. We krijgen meldingen dat iemand, en dan wordt jouw uiterlijk omschreven, grijze capuchon, grijze joggingbroek, dat die mensen lastig valt bij het tankstation. En je staat hier al de hele avond. Ik zie je ook al de hele avond staan. Je mag hier niet staan als je hier niet komt om te tanken. Dankjewel. Ik weet niet of jij ook degene was die had gebeld. De reden waarom wij aan het wachten waren is omdat volgens mij was hij ook met die scooter gekomen. Ja. Maar dat weten we niet. We dat ook met vuurwapens te bedrijven. Met vuurwapen? Dan. Hey, luister, jij moet heel even de zaak uit. Ik wil even mijn flesje pakken. Heel even niet, je gaat nu de zaak uit. Ik ga het je niet nog een keer vragen, want anders ga ik je een handje helpen. Is dat heel duidelijk of niet? Je gaat nu de zaak uit dus. Hey, je was even je ID-kaart aan het zoeken geloof ik. Toch? Ja. En deze op je hoofd te richten. Dan heb ik alles hier, dan maak je hem kapot. Ook als je politie belt, dan krijg je dit. Als ik vast zit, dan heb ik mannetjes hier buiten die je gaan pakken, die naar huis gaan volgen. Wat zei die Antonio? Wil jullie echt dit provoceren zover? Wat provoceer ik nu dan? Ik vraag alleen of je idee kunt even laten zien. Antonio, heb ik iemand wat misdaan? Heb ik niemand wat misdaan, jongen? Zeg ik dat? Hoor je mij dat zeggen? Doe normaal, vriend. Sorry? Doe gewoon normaal. Ik doe gewoon normaal. Nee, doe gewoon normaal, vriend. Je ID-kaart. Dat is het enige wat ik vraag. Ik provoceer niks. Ik zeg niet dat je crimineel bent. Ik ben een crimineel, ja. Oké. Wat doe je hier nou de hele avond dan? Ik ben aan het chillen. Oké, maar dat mag dus niet. Ja, daar heb ik problemen mee, want dat mag niet hier. Er wordt hier. Kom, schrijf maar die boete uit. Dit tankstation is al de hele avond, is het al, of dan een hele jaar. Is het al een overlastplek hier? 10 minuten hier in de winkel geweest en bedreigen met alles en nog wat. Oké. Glas slaan, et cetera. Hij die scooter? Van mij. Wel voor jou? Van mij. Maar toch wel voor jou? Ja. Oké, net zei je dat hij niet voor jou was. Hij is voor mijn vriendin. En nu? Oké. En wat is er met dat slot gebeurd? Ik rijd er niet op. Je rijdt er niet op? Dat is de hele grap. Oké, want je hebt geen rijbewijs. Was ik al lang al weggereden. Hoe komt hij hier dan? Ik ben dronken. Ik ben net met iemand hier aangekomen. Hij is bij iemand ingestapt. Hij is niet teruggekomen. Dat is wat ik nu aan het doen ben. Oké. Alsjeblieft. Ik ben gewoon hier normaal. Ik hoor net wat WWM-bedreigingen met de dood. Wat heeft hij gezegd? Maak je dood, moet ik vuurwapen trekken. Dat is alcohol in je zak, laat me hier weg. Oh, ik heel goed, andere hand ook. Andere hand ook. Heb je dingen bij je die je nu bij je mag hebben? Wapens, scherpe voorwerpen, hou even je handen op de schutting. Dat is de laatste keer dat ik het zeg. Ja, meegemaakt. Even een antwoord op die vraag, heb je dingen bij je die je nu bij je mag hebben? Ik heb alles bij me wat ik bij me mag houden. Onze medewerkers gaan er verder niks mee doen. Volgens mij ben je slechthorend, of niet? Ja, dat is duidelijk. Ik ben een raar, man. Wat is je dat? Jij doet raar. Je bent hier al de hele avond aan het kloten. En dan ben je mensen aan het bedreigen. Nee, ik heb niemand bedreigd. Ik zweer het je op mijn moeder toch. Ik heb niemand bedreigd. Draai eens om. Ik zweer het je, bro. Wat zijn we er niet over hem liggen? Nou ja, hij zei mensen gaan bedreigen, maar die schiet je dood. Nee, begrijp! Tim!
Hé, wat is er met dat slot gebeurd? Kijk, is goed. Ik heb deze fles gekocht. Ik blijf vragen waar het slot is gebeurd. Ik ben de sleutel kwijtgeraakt. Ik heb deze fles gekocht voor mezelf. Om hier te chillen. Weet je wat het is? Je doet een aantal dingen verkeerd. Je hangt hier de hele avond rond het tankstation. Dit is een 461 gebied, dat betekent verboden toegang voor onbevoegden. Als jij hier niet aan het tanken bent, hangt hier een beetje rond en gaat drinken, dan ben je hier onbevoegd. Hij zou die cashier bedreigen met de dood. Met geld, met GTI'tjes en dit en dat. Rolex van 20.000 euro. Zou ik me ook bang worden? Ik word zelf bang. Ik vind het echt een heel slecht verhaal. Normaal aan het chillen. Hey, je bent bij deze aangehouden. Je bent niet tot antwoorden verplicht en je hebt recht op een advocaat. Voor wat ben ik aangehouden? Voor bedreiging met de dood. Echt? Krijg je even de boeien om? Mag je even je handen uit je zak halen? Mag ik even een sigaretje? Ik ben serieus. Jij bent serieus? Nog even roken, chef? Nee, je moet hem even uit je mond halen. Je moet even oppassen wie je allemaal aan het bedreigen bent, want aan ons heb je echt... Het verkeerde, kan ik je nu al vertellen. Nee, ik bedreig jullie niet. Geen idee wat je daarmee bedoelt. Voor mij boeit deze kankercel niet, vriend. Voor mij kan mij niks schelen. Ik ben hier geweest, vader. Ik zit voor jou nu 2, 3, 4 jaar uit. Voor mij maakt het niet uit. Weet je dat? Ik steek jou nu neer, niet voor mij is niks aan de hand. Ga je weer te ver, hè? Maar ik zeg alleen, ik probeer jou een zaak uit te leggen wat ik wil doen. En ik voel mij erbij niet eens zo erg. Maar dat bedoel ik mensen die je mee bedreigen, hè? Ja, ik doe het. Tegen wie heb je dat? Heb je die camera? Ja, maar over. Je bent nu het luchtledig aan het bedrijf, maar noem je ook nog iemand of dat niet? Heb ik jou genoemd? Nee, dat vraag ik aan jou. De laatste wat ik wil doen is jou steken. Oké, helemaal die of die of die. Steek eerder mensen die stoer doen, die criminelen willen zijn, die nu ik in hun kom. Dat is wat ik aan het doen ben. Geloof. Ja. Schijt aan jou, vriend. Deze tankcamera zijn tankenmoeder. Dan ga jij mij nu aanhouden, terwijl ik al die shit heb genegeerd. Ga rustig zitten, ik moet nog even inloggen. Ik ga het doen. Even kappen met dit soort gezeik. Ik ga juist inbreken nou. Nu ga ik juist steken, want deze shit. Ga je mij niet provoceren? Jongen, je bent op mijn geduld aan het spelen. En dan? Wat ga je doen? Dan ga ik jou helpen, dan ga ik jou op de grond neerleggen en dan, als ik zo ver ben, dan til ik jou omhoog en dan pas ga ik jouw vingerafdrukken nemen. Zo simpel is het. Dus als je nog één keer loopt te kloten, dan leg ik je op de grond en dan blijf je op de grond liggen totdat ik klaar ben. Je hebt mijn pond gelijk, wist je dat? En wist je dat ik vandaag zat na te denken, dan kijk je naar mijn hoofd in de spiegel. Maar nadenken doe je niet heel veel, volgens mij. Laat deze shit achter ons. Mag je 4 vingers, mag je op het schijfje leggen? Ja, ik ga morgen mijn reclassering bellen. En dan ga ik ze alles vertellen wat jullie vandaag hebben gedaan. Ja. Je mag nu 4 vingers op het schijfje leggen, jouw rechterhand. Nu je hand erop leggen. Ik ga zelf. Ja. Doe dan. Doe maar dan. Rechter 4 vingers mag je erop doen. Rechter. Ja, pak ze niet. Hier. Kijk maar even wat je doet. Ik heb mijn vinger erop, dat is de rest.
De rest van mijn vingers heb ik ook erop gedacht. Ja, maar als jij gaat praten, gaat hij schuin. Maar die apparaat, hij pakt hem niet. Luister. Ik leg mijn vingers erop. Vingers gewoon rustig. Ja, maar ik leg ze erop, toch? Ja. Kijk, als je rustig doet, dan is er niks aan de hand. Hij doet het. Ik ga geen foto's maken. Ik ga geen foto's maken. Als de computer aangeeft dat er foto's moeten worden gemaakt, dan moet dat. Dan gaan we wel foto's maken. Ik ga geen foto's maken. Slaan mij dan? Nee, dat doen wij netjes. Wat je wilt doen dan? Slaan mij dan? Nee. Slaan mij dan? Huh? Ik zal je niet zo snel slaan. Slaan mij dan? Maar ik zal je wel gaan helpen als het nodig is. Broer, alsjeblieft, hou afstand van mij. Jij komt toch de hele tijd naar mij toe? Hou afstand van mij, broer. Ja, dus er moet een foto worden gemaakt. Ik zie foto toch? Foto niet beschikbaar. Maar ik zie foto. Dus, ja, dat is van je idee. Hij scant jouw idee, maar er moet nu een foto worden gemaakt. Ze doen dat niet zo moeilijk. Je weet zelf ook wel, dan gaan we je vasthouden, linkerarm, rechterarm, dan hou je voor die camera, totdat die foto is gemaakt. Even serieus, jongen. De hele tijd ben je mee werken en dan nu ga je zo moeilijk doen en dan ga je zitten op de grond. Ja, laat ik weer geen foto maken. Jullie houdt mij zomaar af, vriend. Ik heb niks gedaan. Luister, je gaat het of zelf doen of ik ga je helpen en hij is helemaal niemand gelukkig van. Hey, eventjes voor jou, hè. Je kan nog steeds. Die shit. Ik heb praat met de vrouw, ik praat met de wijkagent, ik praat met hun allemaal. Ik ben normaal bezig. Ik ben normaal aan het doen. Je kan je nu nog steeds bedenken dat ik normaal aan het doen ben, weet je dat? En die kanker, Hollander die daar werkt bij die kanker en zo, jullie provoceren maar. Oké. Okay. Kanker, ik ga nu meewerken. Oh, hij is te laat, hoor. Hoe ga je niet mee? Nou heb je echt je kans voor je, hebt je kans eigenlijk kans stil, jongen. Oh, wat grapprobleem, broer. Mag die kan een foto van je kanker moeten. Mag die kan niet mijn aanraak op mijn kooi, hoor. Niet mijn aanraak op mijn gezicht, hè, broer. Maar moet even een beetje naar mag die niet mijn aanraak op mijn gezicht, hè, broer. Deze kant op. Maar moet, als hij nu kijkt, gaat het goed. Oh, laat die me. Even normaal doen, nou. Je bek, vriend. Wat wil je doen, dan mag je. Kankerpoesie. Gewoon een vieze bitch. Wat je bent, jongen. Niet zo stoer als net genoeg. Niet zo stoer. Doe wat je wilt doen. Weet je wat ik bij Hollanders ga doen? Let op. Dit is wat je dit mij hebt gedaan. Let op. Wil jij spelen of...